Sociale staat. Want we lezen ook dat, hoe droevig is dat lot wel niet van al die mensen. Ze worden ook in de provincies bedreigd. Steeds minder mensen voelen ervoor om überhaupt in de staten te gaan werken. Hebt u moeite gehad en nog steeds moeite om die lijst te vullen? Nou, wij hebben in de provincies waar we meedoen, denk ik dat we hele getalenteerde mensen op de lijst hebben gekregen. Maar ja, u heeft zeker wel een terecht punt. Op dit moment is de druk op veel politici is gigantisch groot. We hebben te maken met aanvallen op social media, met bedreigingen, veel vrouwen met seksisme. Het is niet dat je nu zegt van, god, we gaan heel netjes met onze politici om op dit moment. Halen knikt. Precies, ja. Want je bent oud gemeenteraadslid in Amsterdam voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ja. Dit herken jij ook? Ik herken het helaas wel, ja, zeker. Het minste wat na je hoofd wordt geroepen als politicus is de zakkenvuller. Dat is nog, dat is een compliment, denk ik. Als je dan weet wat er mogelijk kan volgen. En bedreigingen gebeuren zeker heel vaak. Ik heb het zelf ook een keer op een hele onaangename manier meegemaakt na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty. Ik had me over uitgesproken dat dit eigenlijk barbaarser is dan barbaars. En ik had niet door dat ik blijkbaar een mail had gekregen waarvan ik nog steeds niet de inhoud van weet. Totdat ik een appje kreeg van burgemeester Halsema dat hij bovenop mijn veiligheid zit. En dat ze er alles aan doet om mijn leven te garanderen. Ja, dan schrik je wel. Maar weet je tot nog steeds niet wat de inhoud was van die mail? Die mail is blijkbaar of in mijn spam gekomen, maar blijkbaar zat er een afschuwelijke afbeelding in. Dus ik weet niet over welke mail het gaat, maar blijkbaar wist zij wel dat ik die ontving. En dat is natuurlijk best knap. Dus ik ben uiteindelijk blij dat ik hem niet geopend heb. Maar ja, als de burgemeester aan de telefoon hangt met we doen er alles aan dat je veilig bent. Ja, dat is natuurlijk wel wat. En ik ben het helemaal eens met de heer Dassen. Het is een giftig klimaat in Den Haag. Maar hoe is het nu met je veiligheid? Ja, prima hoor. Prima. Dus ik heb daar verder geen last van gehad. Maar word jij nog beveiligd? Nee. Maar Erdal Bacci, wat laat dit zien over ons land, waar Laurens Dassen over praat, waar Halen Naum Nehmer over praat? Nou, het zegt niet veel over ons land, maar wel over de mensen die dat doen. Vorig jaar, denk ik, kreeg ik een mail van de hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, Sandra Schutte, dat ze een hele nare mail had ontvangen over mij. Iemand ergens in het land had een stuk van mij gelezen dat ik 12 jaar geleden had geschreven. Toevallig was hij tegengekomen. En dan voelde hij zich verplicht om een dreigbrief te sturen. Ja, ik denk dat het overal in de wereld voorkomt. En het is wel oppassen, voorzichtig zijn. Maar ik vind niet dat Nederland daar zo slecht mee omgaat. Maar Laurens Dassen, wil je het tegen je mensen zeggen, oppassen en voorzichtig zijn? Dat moet je? Helaas moet je oppassen en voorzichtig zijn. Als in de zin van, we horen net van wat er allemaal over politie heen kan komen. Maar tegelijkertijd tegenwoordigers die voorzichtig zijn. Mijn vervolg hierop was ook, kijk, je gaat uiteindelijk met een reden de politiek in. En dat is omdat je Nederland beter wil maken. Dat je Europa beter wil maken. Dat je ziet dat de manier waarop we met elkaar samenleven onder druk staat. En dat je wil dat dat verandert. Dat is de reden dat je daar zit. Dat is je drijfveer. En ja, je zit uiteindelijk in de Tweede Kamer of in de politiek om je ook uit te spreken en te vertellen waar jij met het land naartoe gaat. Nou ja, dat moet je natuurlijk in alle vrijheid kunnen blijven doen. En dat is ontzettend belangrijk. Dat is een groot goed dat we dat hier kunnen, dat we dat hier mogen. Maar ja, dat staat wel onder druk. Maar voel jij de passie, de idealen, de drijfveren waarmee je begon toen je de politiek inging, voel je die nu nog? Want ik bedoel, alles wat wij erover meekrijgen is dat je af en toe denkt, waarom zou je nog politicus willen worden? Dat lijkt me niet. Dankbaar werk is het sowieso niet, met die bedreigingen erbij. Doet dat iets met die passie waarmee je ooit bent begonnen? Nee, zeker niet. Kijk, ik heb ooit mijn baan opgezegd omdat ik vind dat we veel beter met Europa de grote uitdaging van vandaag moeten aanpassen. Dat de wereld om ons heen met de Verenigde Staten, we hebben de speech van Biden deze week gehad, met China, is in een enorm tempo aan het veranderen. De passie die ik voelde om dat te doen, die voel ik nog steeds. Want dat is namelijk mijn intrinsieke drijfveer. Hij staat niet onder druk ook.
Tuurlijk niet. En als ik hoor dat politici die uit de Tweede Kamer naar buiten willen en dat met beveiliging moeten doen en echt op hun hoede zijn, omdat daar mensen staan die of staan te demonstreren of misschien in staat zijn om meer te doen, hè, je uitschelden, noem maar op, kan ik me best voorstellen dat, dat er dagen zijn dat je denkt van ja, wil ik dit nog? Kijk, het is natuurlijk idioot. Hè? Wat je nu al zegt, dat is toch de idioot voor woorden dat dat gebeurt. Dus zeker, daar zullen we ook met elkaar ons moeten blijven uitspreken. Dat dat eigenlijk geen manier van doen is. Dat het echt schandalig is. En tuurlijk zijn er ook momenten dat je denkt van, Jezus, we werken 100 uur per week. Er is altijd kritiek. Maar dat neemt toch niet weg dat je er uiteindelijk ook zit om juist die keren dat je succesvol bent om dingen te veranderen. Dat dat je drijfveer weer versterkt. Dus op het moment dat wij met elkaar weten te zorgen dat er 100 miljoen vrijkomt voor schoollunches, omdat er op dit moment een hoop kinderen naar school gaan met een lege maag, dan denk ik bij mezelf, ja, dat is een hele mooie stap en nu gaan we weer verder. Dat is uiteindelijk waarom je erin zit. En dat is volgens mij waarom heel veel mensen in de politiek zitten. Mooi dat we dat ook bij jou zien. Die kracht die spreekt uit die gebalde vuist. En de passie die ik zie in jouw ogen. En mensen als jij hebben wij nodig in dit land. Dat zijn de steunpilaren van de samenleving. Wat je politieke overtuiging ook is. Van links tot rechts. Mensen die hun kop boven het maaiveld durven uit te steken. Heel goed dat jij dat doet. En ga daarmee door. Hier de hoofdpunten van het nieuws gelezen door Lot Lewin. NPO Radio 1. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije.